Gebruik jij Adobe Lightroom Classic en wil jij leren hoe je foto's kunt importeren? Kijk dan naar deze video. Ik leg het jou stap voor stap uit. De eerste stap is, als je in de bibliotheek zit, dat je links onderin naar importeren gaat. Zodra je op importeren klikt, wordt er een nieuw scherm geopend en het kan zijn dat dit scherm er bij jou veel compacter uitziet. Dat heeft er dan mee te maken met dat je heel even op dit pijltje onderin moet klikken. Dit is de compacte weergave, dit is de uitgebreide weergave. Nou, links worden de bronnen vertoond, oftewel je harde schijven, maar ook als je een camera aansluit of als je een SD-kaart in je geheugenkaartlezer stopt, zoals ik gedaan heb en dat is deze kaart, SDXC schijf nummer F. Nou, daar staan deze foto's op die ik graag wil gaan importeren. Nou, in het midden kun je aangeven welke foto's je wel wilt importeren en welke niet. Dus je kan er ook gewoon al een aantal foto's uitsluiten. Je kan ook gewoon alles selecteren als je dat wil. En als je later pas wilt gaan bekijken welke foto's je wilt behouden, je kan altijd foto's achteraf verwijderen. Nou, de miniaturen, de kleine weergaven zie je, die zijn relatief klein. Die kun je eventueel hier wat vergroten. En met deze optie kun je zelf aangeven op welke volgorde de foto's vertoond moeten worden. Zelf vind ik het fijn om het op basis van opnametijdstip te doen. Dat is ook wel de meest logische volgorde, denk ik. Maar je kan ook bijvoorbeeld op bestandstype, mocht je in RAW en in JPEG fotograferen en de JPEG foto's niet willen importeren, ook op basis van de volgorde waarop jij de foto's selecteert. Dus daar zijn verschillende mogelijkheden in. Vervolgens ga je naar de rechterzijde en aan de rechterzijde ga je Lightroom vertellen wat er allemaal moet gebeuren bij het importeren. Allereerst, deze opties die je hier ziet, al deze schermpjes die je in en uit kunt klappen, die kunnen ook weer variëren afhankelijk van wat je hierbovenin geselecteerd hebt. Je kan kiezen voor kopiëren als DNG. Een DNG is een digital negative, ook een type RAW bestand, maar dan de standaard van Adobe. Het is mogelijk om je foto's om te zetten van bijvoorbeeld .arw, wat een RAW-bestand van Sony is, naar .dng. .dng-bestanden zijn vaak iets kleiner. De kwaliteit blijft behouden, dus het heeft wel voordelen. Aan de andere kant, het maakt niet heel veel verschil uit. En tegenwoordig kies ik ervoor om gewoon mijn originele RAW-bestanden te behouden. Dus ik kies voor de optie kopiëren. Je vindt ook nog de opties verplaatsen en toevoegen. En die zijn niet altijd te selecteren. Dat hangt er vanaf van wat voor medium je foto's komen. Als je foto's al op de harde schijf staan, dan kun je ze bijvoorbeeld wel verplaatsen of toevoegen. Maar in dit geval zijn het echt nieuwe foto's die vanaf een geheugenkaart komen en die nog niet bekend zijn in Lightroom. Nou, dan is het altijd het beste om te kopiëren, want dan blijven de foto's ook nog op je geheugenkaart staan. Mocht er iets fout gaan tijdens het kopiëren, dan heb je altijd die bestanden nog op je geheugenkaart. Als je ze zou verplaatsen, dus als het ware zou knippen vanaf je geheugenkaart en plakken op je harde schijf, en dan gaat dan iets fout, dan kan een bestand beschadigd raken. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Dus ik kies hiervoor kopiëren en vervolgens ga ik hier naar de rechterkant. Nou, bij bestandsafhandeling kun je instellen dat bijvoorbeeld dubbele foto's niet geïmporteerd mogen worden. Dat houdt je Lightroom bibliotheek lekker schoon, dus zeker aan te raden. Je kan eventueel direct een tweede kopie maken als je een extra harde schijf hebt waar je foto's op backupt. Je kan ze direct toevoegen aan een verzameling. Je kan bepalen hoe hoog de kwaliteit van de voorvertoning moet zijn, de miniatuurweergave. Nou, meer daarover, daar kan ik heel veel over vertellen. Dat kun je namelijk aanpassen, maar daar gaat deze video net iets te ver voor, omdat ik het in een notendop wil laten zien. In onze online cursus die we aanbieden, wordt dit wel helemaal stap voor stap besproken. Dus mocht ik ook opties overslaan, iedere optie die in Lightroom eigenlijk zit, wordt in onze online cursus stap voor stap uitgelegd. Wat ik wel vaak doe, is dat ik bijvoorbeeld de bestandsnaam direct wijzig. In dit geval staat het al goed, dus is het eigenlijk niet nodig. Maar meestal als je ze importeert en rechtstreeks vanaf je geheugenkaart haalt, dan hebben de foto's nietszeggende namen. Dus hier kun je gewoon een andere naam meegeven. En dat kan op basis van datum, maar die kan ook gewoon een eigen naam invullen. Dus dat heb ik hier zo ingesteld. En wat ik dan hier intyp is avond in Rotterdam. Dan wordt dat bijvoorbeeld de naam van de eerste foto. Nou, de eerste foto moet nummer 1 krijgen. En dan laat hij hier direct het voorbeeld zien van, die eerste foto die jij gaat importeren, die krijgt dan de naam
Avond in Rotterdam 1. De tweede foto die je gaat importeren, die zal nummertje 2 krijgen, omdat het automatisch doornummert. Toepassen tijdens het importeren. Het is mogelijk om bijvoorbeeld direct metagegevens mee te geven. Ik heb hier een preset gegenereerd, een voorinstelling, waarbij dan mijn naam en mijn e-mailadres direct in de fotobestanden wordt gezet. Mocht ik de foto's later op het internet uploaden en iemand kijkt in de eigenschappen van die foto, dan zijn die gegevens terug te vinden. Mochten ze de foto ergens voor willen gebruiken, dan weten ze direct wie de foto gemaakt heeft en met wie ze contact kunnen opnemen. Nou, je kan ook direct trefwoorden meegeven, altijd handig om later foto's terug te vinden, dus bijvoorbeeld avondfotografie, Erasmusbrug, Rotterdam, stadsfotografie. Nou, afhankelijk van de manier van zoeken die jij gewend bent, kun je hier heel veel trefwoorden in toevoegen. Houd wel rekening mee, deze trefwoorden worden toegevoegd op al deze foto's. Dus ze moeten wel relevant zijn voor alle foto's die je hier direct importeert. Later in de bibliotheek is het altijd mogelijk om nog meer specifieke trefwoorden toe te kennen als er bijvoorbeeld een onderwerp zichtbaar is op een foto die wel, waarvan het onderwerp wel in de ene foto zichtbaar is, maar niet in de andere foto. Ten slotte gaan we naar bestemming, het meest belangrijke. Waar wil je de foto's opslaan? Dus wil je dat op je interne harde schijf doen of wil je dat misschien op een externe harde schijf doen? Nou, dat kun je hier selecteren. Mijn interne harde schijf is schijf C, mijn externe harde schijf is schijf D. En hier kan ik bijvoorbeeld aangeven, nou, ik wil graag dat het in het mapje Photographs wordt opgeslagen. En vervolgens in deze map van mijn camera. En dan laat hij ook direct zien wat hij met de naam gaat doen. Want als je hier naar boven gaat, kun je gelijk zeggen van, ja, ik wil een nieuwe submap aanmaken. En hiermee kun je dus aangeven in welk mapje de foto's geplaatst wordt. Wat ik altijd doe, per fotoshoot maak ik een aparte map. Dat houdt het lekker georganiseerd. Dus hier kan ik bijvoorbeeld de datumnotatie opgeven van de datum waarop de foto's gemaakt zijn. In Rotterdam. En dan worden ze direct in een submap geplaatst van de map die jij hier selecteert. Het fijne is, als je verder naar beneden gaat, dan laat je ook gewoon zien waar die map komt te staan. En hoe die naam eruit komt te zien. Dus die plaats zie je hier gewoon heel netjes ertussen. Dus voordat je op importeren klikt, wordt er direct een mooie weergave getoond. En weet je precies hoe en waar de foto opgeslagen wordt. Nou, dat is het eigenlijk. Dan druk je op importeren. En dan worden de foto's overgezet van de geheugenkaart naar, nou, in dit geval de externe harde schijf. En dan staan de foto's in de bibliotheek van Lightroom. Wil je meer leren over Adobe Lightroom of fotografie? Kijk dan op onze website deroyfotografie.nl en bij Kennisbank vind je een aantal gratis minicursussen waarvoor je direct kunt aanmelden. Waaronder deze die je hier ziet staan aan de rechterkant, Adobe Lightroom 7 onmisbare functies. Maar we hebben ook een mooie minicursus over het fotograferen met filters en een minicursus met 7 tips voor mooiere foto's, inspiratie en motivatie.